In een woning in het centrum van Waalre is zondagmorgen brand uitgebroken. Het vuur zou rond 11 uur zijn ontstaan op de zolder van een rijtjeshuis aan de Dr. Anders Hein Mandelsplaats. De bewoonster was niet thuis toen de brand ontstond. De brandweer heeft opgeschaald naar code middelbrand en twee blusvoertuigen, een hoogwerker en de officier van dienst opgeroepen om deze te blussen. De buurvrouw moest haar woning tijdelijk met haar huisdieren verlaten. En over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De zolder van het huis zou grotendeels door de brand zijn verwoest.